Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er ligt bewolking boven Nederland en de bewolking wordt de komende uren eigenlijk alleen maar dikker. Dat betekent dat we vandaag amper de zon gaan zien en van het westen uit gaat er ook wat regen over het land trekken. In de ochtend is dat motregen en in het zuiden blijft het misschien wel een poos droog. Maar in de middag gaat het duidelijk harder regenen. De wind waait uit het zuidwesten, draait in de loop van de dag naar west tot noordwest, is langs de kust meestal nog krachtig windkracht 6. Met de regen wordt het vanmiddag een graad of 15 langs de kust in het westen. In het oosten van het land is het 12 of 13 graden. En wat temperatuur betreft verandert er vanavond nauwelijks iets. In het noordwesten kan het langzaam weer wat gaan opklaren en neemt de buienactiviteit geleidelijk af. Morgen hebben we dan een enkele bui, vooral in het zuiden en westen van het land. De zon schijnt ook geregeld: het wordt 14 tot 16 graden en de noordwestelijke wind neemt langzaam af. Voor de maandag hebben we dan wolkenvelden, ook af en toe wat zon. Nog steeds een enkele bui, en een graad of 15, op het programma staan. Die 15 graden houden we dinsdag en woensdag ook wel. Maar dinsdag, bijvoorbeeld, is toch een dag met in de loop van de dag flink wat regen. En ook woensdag is en blijft het wisselvallig. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.